We gaan van start met deze ronde tafel bij de Vaste Commissie voor Digitale Zaken. De ronde tafel Digitale Inclusie. We dachten dat het via internet efficiënter en beter kon. Dat blijkt niet te werken. Zeker niet bij mensen in een kwetsbare positie. De menselijke maat is uit het systeem verdwenen. Dit zijn niet mijn woorden, maar van jullie oud-collega Wouter Koolmees in een podcast uit 2020. Zorgen dat iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk is complex. Vanuit de Community Gebruik Centraal zijn we hier al 10 jaar mee bezig, samen met heel veel partners. En inclusie is dus ook geen tijdelijk project. Miljoenen mensen hebben moeite met overheidsdienstverlening. We hebben steeds meer aandacht voor doelgroepen, zoals laaggeletterde ouderen, mensen met een functiebeperking. Maar het is een vergissing om te denken dat alleen specifieke doelgroepen niet kunnen meekomen. Een 19-jarige jongen die cum laude slaagt kan ook moeite hebben om zijn studiefinanciering te regelen. Maar voor mensen in een blijvend kwetsbare situatie is de impact van onduidelijke dienstverlening veel groter. Zij doen vaak een beroep op meer regelingen en zijn dus meer afhankelijk van de overheid. En juist dat is de paradox van inclusie. We introduceren maatwerk op maatwerk om dienstverlening inclusiever te maken. En met de beste bedoelingen, maar met het effect dat het woud aan website, apps, loketten en uitzonderingen het digitale doolhof alleen maar groter maakt. Tegelijkertijd denken we vaak dat meedoen in het digitale tijdperk een probleem is wat bij mensen ligt, want zij zijn digibeet. Zij moeten digivaardiger worden, zodat ze kunnen meekomen. En dat is niet zo. Wij als overheid moeten ervoor zorgen dat mensen hun rechten kunnen uitoefenen en aan hun plichten kunnen voldoen. We moeten de goede dingen doen en de dingen goed doen, mensgericht ontwerpen. En dat betekent bruikbaar, duidelijk en toegankelijke dienstverlening voor iedereen. Niet door mensen digivaardiger te maken, maar door als overheid mensvaardiger te worden.